over de landgrenzen van in de war zal raken. Maar voor zowel Cambuur als MVV is dat een heel belangrijk duel. De ploegen staan 14e en 15e. Dat is net boven de beruchte streep. Als je aan het eind van de rit als nummer 16 eindigt, dan moet je die slopende na-competitie om degradatie nog spelen. Cambuur MVV om de servet- en tafellaken-trofee. De opstellingen waren zo. De Ron bij Cambuur op doel. Dan Michael Ferrier. Hij vervangt de geschorste Burhalter. In het centrum de Vries en Elsinga. Verder Abma, De Roo, Van der Heijden, Hendriksen, Van Rijswijk, Dijkhuizen en Van Utrecht. Dan de elf van MVV met Van Duinhoven. Rodney Falix speelt in plaats van de geschorste Rick Plum. Volmer speelt in het centrum met Jerry de Jong, want de aanvoerder heeft zijn schorsing erop zitten. En verder Heubach, Landstaat, Jordens, Friesde, Taiwo, Kortjakin en Perez. De commentator hier is Jeroen Gruter. 4 punten is voor beide ploegen het verschil met de 16e plaats. Hetgeen een plek in de na-competitie betekent. De belangen zijn dus groot voor zowel Cambuur als MVV vanavond. Cambuur met de paas van de Vries in de richting van Rijswijk. Dijkhuizen kiest positie. Het was Dijkhuizen die in de weg werd gelopen door Volmer. Binnen de minuut de corner voor Cambuur. Dat stormachtig begint. Van Utrecht. Bal ingekopt en de redding van Duinhoven naar de kopbal dus van Sandor van der Heijden. Ferrier bereikt Dijkhuizen en die is Volmer kwijt. Dijkhuizen wacht veel te lang. De Vries. Vriesde. Paasje van Perez. Buitenom komt Falix, gezien door Landsaat. Kans voor Kortjakin. Maar dat schot ging net naast. Abma. Dijkhuizen. Bal goed meegegeven aan Hendriksen. Uitstekende aanval van Cambuur. Een van de weinigen na een half uur voetbal. Ferrier nu. Dijkhuizen zich even losgemaakt van Volmer in de buurt van de tweede paal van Rijswijk. De Roo. Hendriksen. Het lijkt een beetje op een handbalaanval. Bal van links naar rechts. Nu van Utrecht. Goeie voorzet. Heubach voordat van Rijswijk gevaarlijk kon worden. Corner nummer 4 voor Cambuur. Opnieuw dat beeld bij die corners van Cambuur. Van Rijswijk bij de eerste paal en dan de mannen die instormen. En opnieuw Van der Heijden als degene die vrij kwam te lopen. Maar voor de derde keer kopt hij de bal over. In ieder geval niet achter Van Duinhoven. Dijkhuizen frommelt zich daar bijna tot voor Van Duinhoven en via het been van de Jong, dan de corner voor de thuisclub. Van Utrecht. Kopbal Hendriksen. De kans nu. En Van Duinhoven met de redding. Na het schot van de Vries. Vriesde. Taiwo terug. Taiwo, de vuisten van de Ron. Grootste kans van MVV in de wedstrijd. Van der Heijden won dat duel in de lucht. Krijgt de bal nu terug van Utrecht. Van achteren aangetikt door Jordons. Maar nu fluit Vink niet. Toch ontstaat de mogelijkheid opeens omdat Van Duinhoven twijfelde. Hendriksen. Dijkhuizen. En die weet vervolgens Van Rijswijk niet te bereiken. Als Cambuur een keer in kansrijke positie komt, laat het afweten. Maar nu Van der Heijden dan, die niet twijfelde. En dan is daar de reactie van Rijn van Duinhoven. Abma op zoek naar Dijkhuizen. Met wat geluk de bal tot bij Van Utrecht.
Dijkhuizen goed klaargelegd. Van der Heijden dan. En 10 minuten na rust is het eindelijk raak. Het 5e seizoensdoelpunt van Sander van der Heijden komt voor een groot deel op het konto van Marinus Dijkhuizen. Want hij legt de bal panklaar. En van der Heijden passeert dan Van Duinhoven. Van Utrecht. Mooie bewegingen voorbij Felix. Leonard van Utrecht. Van der Heijden vindt de voeten van Van Duinhoven. En is in tweede instantie te gehaast. Nog een kwartier heeft MVV om wat te doen aan de achterstand. Perez krijgt de bal terug van Taiwo. Corner voor MVV. De eerste pas in de tweede helft. Inswinger. De kans daar voor Taiwo. Maar de Ron met de voeten om voor redding te zorgen. Vriesde. Anton Vriesde. De kans voor Volmer. Het resulteert in een corner. Maar zowaar kwam MVV daar nog gevaarlijk voor het doel van Wim de Ron terecht. Perez met de corner en dan is daar Van Duinhoven die mee naar voren is gekomen. Maar er net naast zit. En dan gaat het schot van Taiwo over. Pare zonne. Bij de 22 punten bij aanvang van deze wedstrijd. Cambuur valt aan met de opkomende Hendriksen. En een goed schot dat net naast gaat. Cambuur is gevaarlijk bij hoekschoppen. Daar komt Hendriksen. Ook Dijkhuizen is kopsterk. En het schot is van de Vries, maar ook die krijgt hem er niet in. De coach van MVV is Wim Koevermans. En die zag een povere eerste helft van zijn ploeg. Tweede helft met Taiwo, die is snel. Taiwo, ook sterk. Goed schot, maar op de handschoenen van de Ron. Van Utrecht zoekt naar een van de twee spitsen. De ene Dijkhuizen geeft mee op Van der Heijden, maar die scoort niet. Ja, ze vormen wel een prima koppel, deze Marinus Dijkhuizen en Sander van der Heijden. Vergelijkbare situatie met weer Van Utrecht op links. Weer de voorzet. Daar komt Dijkhuizen, daar is Van der Heijden. En dan is het in de 57e minuut wel raak. Sander van der Heijden scoort op aangeven van Marinus Dijkhuizen. Van Utrecht, handig. Dan op zoek gaan naar Van der Heijden. Nog een keer Van der Heijden, maar die gaat richting de hoekvlag. Laatste minuut. MVV komt. Doelman Van Duinhoven is mee. Die komt er net niet aan. Taiwo wel, maar de bal gaat over. Cambuur wint. En het geluk straalt van het gezicht van vooral matchwinner Sander van der Heijden. Heerlijke avond. Ja, is fantastisch. Je scoort de winnende en je haalt 3 punten. Op een hele belangrijke wedstrijd. En dat is gewoon, ja, dat is fantastisch natuurlijk. Je had er wel meer dan 1 keer kunnen scoren, heb ik het idee. Ja, daar zou sowieso nog 1 in moeten, ja. En misschien wel 2. Ja, 1 bleek genoeg na die tijd. Ik ben hier super tevreden over mezelf. Zeker niet. Het kan altijd beter. En deze wedstrijd ook. Ik heb zeker niet fantastisch gespeeld of zo. Ja, je scoort die 1-0 dan. Maar er kunnen heel veel dingen kunnen nog beter. Ja. Dus, je wordt helemaal toegezongen en al. De sfeer zit er goed in. Het publiek is hier fantastisch. Als het 90 minuten lang is, als je achter staat of voor staat, het maakt niet uit. Dat is fantastisch hier. Ja. We zijn eigenlijk een beetje gewend dat het talent uit Friesland bij Heerenveen komt te voetballen. Daar zit hij bij Cambuur. Nou, ik heb wel bij Heerenveen gevoetbald. Oh ja? Maar daar ben ik toen in de B-junioren ben ik daar weggestuurd. En toen ben ik hier in de A-junioren ben ik bij Cambuur gekomen. En hier ben ik eigenlijk een beetje doorgebroken. Elke punt is meegenomen nou, natuurlijk op dit moment. En sleutelwedstrijd is nog niet echt het woord. Maar ja, als je 3 punten in verliest is het niet echt verdelen natuurlijk. Als je stand kijkt. Ja, want dan speel je de rest van het seizoen een stuk makkelijker. In ieder geval de komende wedstrijden. Ja, zeker. We hebben een bepaald aantal punten moet iedere club hebben. We staan met z'n 3 op bepaalde punten. En als je hier verliest, ja, dat is niet echt in je voordeel. Jullie doen ontzettend goede zaken in ieder geval door die 1-0 overwinning. Lucht dat op?
Merk je dat in de kleedkamer? Ja, dat lucht zeker op, ja. 3 punten is een heel groot verschil dan als je 1 puntje haalt hier, als 0-0 blijft. Dus je bent nou weer wat los. En Sparta staat nu op 7 punten en de Graafschap heeft verloren. Dus het is gewoon een hele belangrijke wedstrijd geweest voor ons. Gaat Cambuur het redden? Ja, daar zit geen seconde over in. Nee. Wel heel zeker van je zaak. Ja, nee, maar we zijn zeker van onze eigen kwaliteiten. En vooral thuis hebben we 2 keer verloren. Dus we spelen hierna nog 5 thuiswedstrijden. Dus die punten komen zeker voor.